Maar straks maar eerst naar jou, Jill, want er kunnen vanaf vandaag extra miljoenen worden overgemaakt naar het aardbevingsgebied. Ja, want een enorm bedrag is er opgehaald gisteren. Bijna 89 miljoen tot gisteravond. Grote bedragen werden er gedoneerd, maar ook klein, van mensen die gaven wat ze konden missen voor alle aardbevingsslachtoffers. Nou, de kranten beschouwen de nationale actiedag van Giro 555 nog even na. Overweldigend zien we op de voorpagina van het AD en in de Telegraaf staat zoveel goede mensen. Ja, het zorgt ook voor emotionele reacties op Twitter, die inzameling van gisteren. Zeker ook bij Turkse Nederlanders. Fatma tweet bijvoorbeeld: er wordt voor mijn vaderland gul gegeven door de mensen uit mijn Nederland. Het land van mijn kinderen. Hoe mooi is dat? Ja, ook niks anders dan prachtige woorden voor de Turks-Nederlandse zangeres Karsu Dünmez. Ze zong gisteravond tijdens het afsluitende Giro 555 televisieprogramma een lied voor haar overleden nichtje. En dat zorgde ook bij de kijkers thuis voor tranen. Dat zien we ook op Twitter. Marcel bijvoorbeeld zegt: 16 familieleden verloren en toch op adrenaline doorgaan. Tranen, maar ook strijdlustig. Respect voor die vrouw. Haar lied ontroert me. En Anna tweet: zo ontzettend ontroerend dat lied. De machteloosheid, het enorme verdriet, de ellende, kippenvel en tranen. Ja, en dit is wat ze zong. Ja, Danny, je vertelde net, een klasgenootje van jou geweest. Hoe heb jij zitten kijken? Met tranen. Ja, heel indrukwekkend. En ook dat ze het open verhaal durft te vertellen. Hè. Dus ze laat eigenlijk twee dingen zien. Ze is er voor Nederland en voor Turkije. Hier omdat ze ook een gezicht nodig hebben van wat daar gebeurd is. En iemand die ons meeneemt in het verdriet. Maar dat doet ze op zo'n indrukwekkend persoonlijke manier dat, ja, ik zit hier bijna weer te huilen. Nou, het is te vroeg om tranen te laten rollen, maar ik ben ongelooflijk trots op haar. Ja. Ja. Mooi ook, hè? Hoe Nederland ook in actie is gekomen, Pim van Strien. Dat hele bedrag wat is opgehaald, zeker, alle acties die we zagen. Ja, nee, absoluut. En ook wat Danny vertelt, dan komt het ook even binnen. Goed dat we hier met alle schouder aan schouder voor gaan. Want het is ongelooflijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Niet te bevatten. Heeft u gedoneerd? Ja, zeker. Ja, want dit raakt je gewoon. Dus dat hebben we thuis ook gedaan. En ik ook in mijn omgeving, weet je, dat je gewoon mensen tegenkomt. Ze hebben een familie verloren. Het komt zo ontzettend dichtbij. En de onzekerheid die er gewoon nog steeds is. Het is echt heel fijn dat Nederland met z'n allen zo wil doneren om de mensen daar te steunen. Maar ook de Nederlanders hier die met verdriet zitten. Zeker. We gaan door naar iets anders, want ook in Nederland is de kans op spieren.